Très bien. Très bien, monsieur. Heel erg mooi. Ja. Ik sta hier aan het water. En hier komen de schepen aan met marmer en albast. En ik sta niet voor niets aan het water. Een deel van mijn familie, die van mijn vaders kant, waren walvisvaders en avonturiers. Ik ben geen walvisvader, maar wel een avonturier geworden. De naam Bier en Broodspot komt dan ook van het schip de Bier en Broodspot, wat uitvaarde naast Schipper Bontekoe in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Op weg naar de Indische archipel via Hoorn, waar de familie eigenlijk vandaan komt. Dat is van mijn vaders kant, maar van mijn moeders kant ben ik dus eigenlijk gevallen midden in een schildersfamilie. En daarbij was één beroemde en bekende, namelijk de schilder van de Bergense school Leo Gestel. Mijn oom, die in wiens atelier ik gewerkt heb, vanaf dat ik heel klein kind was, gefascineerd door de lucht van terpentijn en lijnolie. Gefascineerd door de prachtige kleuren van zijn tubertjeswerf, die ik ook erfde uiteindelijk, zoals een ezel. En hij was ook een avonturier. Hij ging veel meer naar de gebieden om de Middellandse Zee. En in zijn voetspoor ben ik dat ook gaan doen. Uiteindelijk ben ik ook in de archeologie terechtgekomen en graaf ik dus geregeld op in landen als Syrië, Jordanië, Libanon, Egypte en Libië. Het is een prachtige wereld waar we in wonen. En ik doe er verschrikkelijk veel inspiratie op. Ik werk ter plaatse. Bij tempels, zuilengalerijen, alles wordt getekend en getekend. En dat zijn mijn bronnen. En ook mijn beelden zijn daaruit ontstaan. Vondsten en foto's die ik maak. Kleine volgeschreven velletjes waar ik mijn logboeken, mijn reisjournaals bijhoud. Alles doet mee aan het tot stand komen van mijn schilderijen. Ik voel me als een reiziger in de tijd en ik wil in de eerste plaats registreren. En de behoefte om te registreren, dat is maar goed dat ik die heb, want anders zou ik hier gaan zitten en nooit iets doen. Dan zou ik best tevreden zijn om hier de verrukkingen voor mijn ogen te laten spelen en heel tevreden weer teruggaan naar huis en zeggen ik heb iets prachtigs gezien. Gelukkig dus hebben de meeste kunstenaars de urg om er iets mee te doen, wat je ziet. En dus om het op papier te zetten, zeg maar. En langzamerhand, door de jaren en jaren dat ik hier werk, kwam ik tot de conclusie dat als ik hiervan een tentoonstelling maak en ik laat mijn publiek het zien, dat ik ze ook iets meedeel van jongens, overal in de wereld zijn hele erg mooie dingen.
En ik heb altijd het gevoel dat de wereld zo prachtig is en dat ik geen tijd genoeg heb. Dat ik haastig nog maar weer naar de andere opgraving moet. En pas de stilte en het geduld komt in het atelier in Amsterdam. En dit, in dit prachtige atelier, in die marmerwerkplaats, in het industrieterrein om Amsterdam. Aan de Amstel. En het is een feest om te kunnen werken. Samen met prachtige assistenten die technische dingen hebben en grote machines kunnen besturen. Het is een vreugde, het schildervak. Het is een vreugde, het beeldhouwersvak. Het is een vreugde, het schrijversvak. En ik ben heel erg blij dat ik kunstenaar geworden ben. Als nu de engelen dit firmament bevolken, waar is hun vlucht nog een geheim? Ineens zichtbaar, nog nooit daarvoor echt waargenomen of zelfs misschien geregistreerd geweest. Ja, de schilder weet als magier het juiste poeder. Drakenbloed en fosfor, toegevoegd als aan een soep. Potion magique, dat is wat elke schilder roert als hij door een engelengeur bevangen het hoofd afwendt en daarom laag in liefde en extase. Wat een aanraking op dit rijspapier. Welk een groot genot die mooie vogelmensen.